Lommel United krijgt 1,19 miljoen euro subsidies van de Vlaamse regering voor de bouw van een nieuw voetbalstadion. Het nieuwe stadion zal liggen tussen de Duinenstraat en de Vlasstraat, niet ver van het oude Soevereinstadion dus. Meer dan 2 jaar geleden diende Lommel United al een aanvraag in voor de bouw van een nieuw stadion. Het nieuwe stadion heeft wel een deadline gekregen van de regering. Het moet in december 2019 zeker klaar zijn. Gisteren kwamen Binnenlandse Zaken en de Belgische Voetbalbond trouwens naar Lommel voor een inspectie van het huidige stadion. De club voerde enkele aanpassingen door om te voldoen aan de licentievoorwaarden om ook in de toekomst deel uit te maken van het profvoetbal. Manager Greet van Brabant maakte zich sterk dat het dossier in orde komt.